Nou, Sjoen krijgt nog even een straf, maar dat interesseert ons niet zo heel erg. Gaat hij nog wel alles op niets poging doen en niet precies bij Luca Chiotto. Ja, step van Luca Giotto en daar komt niks. Komt niet de Vries, kom aan Nick, kom op! Daarnaast. In principe als hij later... Lang staan! Iets later remmen, hier mooi de onderkut pakken. Iets eerder op je gas. Juist, er zit Nick de Vries nog ertussen. Beter exit van Nick de Vries daar. Wauw, dit is spannend, dit is gaaf! De Vries en Giotto naast elkaar, het rechte stuk op, uit Parabolica, de laatste ronde van de race. Heb je het ooit zo spannend meegemaakt? Dat was Formule 1 zo ontbeerd, dat zie je gewoon in de Formule 2, die winderde spanning. Nou, komt hij aan de Vries? Ja hoor, dat is Giotto misschien te horen, niet de Vries, net kopen. Nu ligt hij er bovenop, oh. Oh, Nick de Vries, dat is allemaal voorbij voor je in de laatste ronde. Nick de Vries, wat een chaos. Die touché met Leclerc kostte me een lekker achterband. Oh, en Chiotto, ja, moeten ze eigenlijk, denk ik. Ja, daar gaan ze. Ja, Nick de Vries en Charles Leclerc allebei in het grind op dit moment. Maar moet Chiotto nu een... aan Fuoto een plek geven? Nee, want die heeft niet profiteert er sowieso niet van. Ja, de regels zitten even precies in elkaar. Je mag geen, je mag in die sector niet winnen in principe. Dus hij moet zoveel van zijn gas afgegaan zijn. Dus als hij een snellere sector heeft gereden, dan mag eigenlijk niet. Dus ik verwacht eigenlijk daar een straf voor Luca Giotto. En ja, Fogo en Matsushita dan toch weer terug op 3. Matsushita die daar eigenlijk heel de race te langzaam is. Ja. En dan toch weer terug op het podium komt. En Latifi die dan voor dames mee kan. Want hij rijdt inderdaad zijn snelste ronde 33,6 in deze sector Giotto. Zijn persoonlijke snelste tijd. Ja, wat is dit zonde voor Nick de Vries die dan morgen ook weer achteraan moet starten. Ja. En het gebeurt allemaal in de laatste ronde van de race. Giotto gaan we afvlaggen als de winnaar. 1:47, 1:51. In een bizarre race voor Fuoco en Matsushita. Maar wij treuren vooral om de gemiste kans voor Nick de Vries, zeg. Maar Giotto, we zetten er wel een groot vraagteken achter. Is hij ook de winnaar of krijgt hij een tijdschap? Want dan wordt Fuoco het. Ik heb toch wel heel veel races gezien, maar dit nog maar zelden. Ja, misschien wel voor het eerst. Ik zie ook nog niet echt de complete blijdschap bij Giotto eraf stralen. Dus ik denk dat hij zich nog een klein beetje gedijst houdt tot de wedstrijdleider daar een oordeel over velt.